Patrick Gabriels, goedemorgen. 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 Hey, we zitten in de stralende zon, het is hier gewoon warm, maar we gaan het even hebben over Winterstad, want het komt er toch weer aan. We hebben de nacht van de nacht gehad en jij bent al druk bezig. Ja, wij zijn al druk bezig met de voorbereiding voor de ijsbaan. Over 3 weken gaan we bouwen, dus nou precies. Dan gaat het beginnen. Maar vertel, want we weten normaal gesproken wel een beetje wat we kunnen verwachten. De ijsbaan, dat is een soort gegeven, dus je staat er weer dit jaar. We staan er weer dit jaar, absoluut. Ja, ja. En wat krijgen we er allemaal bij deze keer? Nou, het eerste krijgen we er een week bij. We gaan een week langer door, dus we beginnen de opening van de ijsbaan is 27 november. En we gaan door tot 19 januari dit jaar, dus we hebben een weekje extra. En die week extra hebben we eigenlijk omdat we gewoon heel veel aanvragen ook van scholen hebben, speciaal onderwijs. En wat wel aardig is ook dat dit jaar de scholen uit de gemeente Veren komen schaatsen. Okay. En een groot gedeelte van de scholen uit de gemeente Vlissingen komen ook schaatsen dit jaar naar Middelburg. Dus we hebben gewoon heel veel aanvragen van scholen. We hebben die extra week gewoon nodig om het vol te krijgen in ieder geval. Ja, want Vlissingen heeft zelf geen ijsbaan, of? Nee, heeft geen ijsbaan. We hebben wel altijd gedaan, alleen dat is daar op een gegeven moment opgehouden. Maar we hebben toch wel nog ook met de gemeente Vlissingen goede contacten. En daar komen gewoon een aantal scholen uit Vlissingen komen ook schaatsen. En dit jaar was ook vanuit de gemeente Veren de vraag om te kunnen komen schaatsen met de scholen. Dus die komen ook allemaal schaatsen naar de ijsbaan. Dus dat is superleuk. Heel Walcheren komt dus eigenlijk maar, samen. Maar, maar jullie doen sowieso altijd heel veel dingen voor speciale groepen, voor ook evenementen. Maar als het gaat in Winterstad, zeg maar, alles voor het publiek, wat heb je daar allemaal over te zeggen? Wat we dit jaar nog extra gaan doen, zeg maar, is we gaan een wintermarkt organiseren. Van 20 december tot 30 december komt er achter de ijsbaan ik zal niet gelijk zeggen een Duitse wintermarkt, maar we hebben 8 van die Duitse huisjes gekocht en die gaan we vullen achter de ijsbaan. In combinatie met een ouderwetse zweefmolen komt daar te staan 10 dagen lang. Dus dat is iets wat we extra gaan doen. En wat ook nog wel aardig is wat we extra gaan doen, we hebben dit jaar een pratende brievenbus, om het zo maar te zeggen. Dus als je daar je brief in doet, dan bedankt hij je of wenst hij je prettige kerstfeest of een goede jaarswisseling. Alleen de kaarten die je daarin doet, die kun je bij ons kopen bij de kassa. En dat zijn kaarten die gaan we sturen naar eenzame ouderen. Ze samenwerken met SVRZ, dus alle kaarten gaan naar SVRZ toe en die worden daar verdeeld onder de eenzame ouderen. En met de opbrengst van die kaarten willen we de ouderen een dagje of 2 ochtenden naar de ijsbaan toe halen. Okay, dat de eenzame ouderen een beetje uit isolement halen, ook naar de ijsbaan toe komen. Dus dat is wel een speciale actie die we dit jaar gaan doen. En verder wat we ook nog hebben, dat hebben we elk jaar eigenlijk met kerst. Als je met kerstdagen komt schaatsen, is er voor iedereen een mooie kerstmuts. En als je op nieuwjaarsdag komt schaatsen, doen wij de nieuwjaarsduik. Gewoon doen we eigenlijk altijd. Ja, dat was, en in je zwembroek komen schaatsen, dan heb je een lekker bakje, een broodje warme rookworst en een bakje soep. Ja, dus, en nou ben jij niet betrokken bij de terrassen en zo? Dat zijn toch... Het zijn verschillende werelden, maar je weet er misschien wel wat van. De wintertenten bij alle terrassen, zo komt dat gewoon allemaal terug? Ja, dat komt gewoon allemaal terug. En iedereen doet daar ook zijn eigen activiteiten in. Ik weet bijvoorbeeld dat het aan de ene kant van de markt hebben ze altijd een soort ponyrijden. Doen ze aan de andere kant. Het Marktcafé, ja. Het Marktcafé en aan de andere kant in de tent van het Timpaanplein. Daar zijn altijd ook bandjes. Dat zal dit jaar ook bingo, blokhutjes, allemaal van dat soort. Ja, en dat loopt ongeveer gelijk met de ijsbaan normaal gesproken? Ja, de opbouw van de tent. Als wij open gaan met de ijsbaan, dan zijn de hutten eigenlijk ook open. Het weekend ervoor gaan hun ook altijd bouwen. Alleen de meesten gaan na de kerstvakantie, breken ze af en gaan wij nog dus 2 weken nog door. De blokhutjes aan de kant van het Marktcafé, die blijven wel staan gewoon. Dus dat blijft wel gewoon. Wat ook nog wel aardig is om even te vermelden, op 4 december komt Radio 2 weer naar Middelburg in de ochtenduren. Okay. Tussen 6 uur en 9 uur 's ochtends zal de bus van Radio 2 hier staan waar je op de top 2000 kan stemmen. En daar zit nog een leuke verrassingsact bij. Oh, dat is heel goed. Hey, en nog één ding, want het was vorig jaar voor het publiek een succes, maar die komt blijkbaar niet terug. Dat is het reuzenrad, of het mini-reuzenrad eigenlijk. Ja. Maar ja, dat vonden heel veel mensen leuk, maar ik begreep dat dit jaar niet haalbaar was. Nee, dit jaar was niet haalbaar. We hebben dat vorig jaar een keer gedaan, zeg maar. En dat is goed bevallen. Maar we hebben gezegd, we doen dit jaar wat anders. Dit jaar komt dus de zweefmolen. Waarbij ik niet wil zeggen dat reuzenrad nooit meer terugkomt. Misschien dat we zeggen, we doen dat 1 keer in de 4 of 5 jaar doen we dat eens. Maar dit jaar in ieder geval niet. Nou, jullie zijn natuurlijk ook van het experiment. Je hebt ook wel eens zo'n ding gehad op Plein 40. Ja. Nou, dat doe je ook niet meer, toch? Plein 40? Nee, Plein 40 doen we niks. Maar we hebben daar toen een tjoebaan gehad. En de tjoebaan was van een soort kunststof. We zijn inmiddels wel kijken van kunnen we een keer eentje van echt ijs doen. Maar dan heb je het wel over een wat ander prijskaartje. Ja. Maar we zijn wel aan het kijken. Ja precies. Dus, het blijft constant in ontwikkeling, maar het wordt sowieso weer een mooie editie. Het wordt een mooie editie. Leuke dingen. En we gaan schaatsen als een malle. We gaan schaatsen als een malle, Oké, okay. Hey, dankjewel voor je toelichting. Bedankt.